als team kijken wij samen naar welke doelen we de komende jaren willen centraal willen stellen. En dan bepalen we een cyclus waarin we die doelen aanbieden. Het bovenliggende doel is eigenlijk helder voor iedereen. En in het cluster maak je die dus eigenlijk specifiek en meetbaar. Dus je eindigt de eerste van de 5 weken die Marja net benoemde met het helder formuleren van het doel en de daarbij behorende leraaracties. Het effect is dat er grote betrokkenheid is, dat iedereen zich gezien voelt en gewaardeerd voelt en iedereen met enthousiasme meedenkt en mee ontwikkelt. Loop je vast, dan kan ik dus even aankloppen bij de buren. En het prettige daaraan is dat je het doelgericht werkt aan een doel wat eigenlijk ook waar je graag aan zou willen werken. Dus je hebt het idee dat je effectief en efficiënt eigenlijk iets aan het bereiken bent met z'n allen. Ik merk dat het werkdruk verlagend is omdat je het samen doet, omdat je dingen kunt delen, omdat je er nooit alleen voor staat, omdat je elkaar inspireert, omdat je elkaar helpt. Je mag fouten maken. Het geeft een hele open cultuur van het samen doen en dat voelt goed.